hem ingesteld worden. Gaan we pauze? Nee, want we hebben nog een ervaringsdeskundige auteur. En daar hebben we pauze. En misschien kan ik een flap over vinden waar mensen hun vragen, waar ze het over willen hebben of kunnen schrijven zelf in de pauze. En dan gaan we een gesprek hebben met elkaar. Oh. Ja? Over die vragen die we zelf hebben bedacht. En mijn vraag is dus, hoe kort door de bocht is het eigenlijk dat een psychiater volgens een DSM 4, in ieder geval 5, kan vaststellen dat een psychose heeft een schizofrenie? Dat is eigenlijk mijn vraag, want jullie hadden net gezegd gek, maar hoe, wie bepaalt wat gek is en wie bepaalt wat normaal is? Ja, ja. Dat is een terechte vraag. In die zin heb ik, is de diagnose ook niet van mij, de diagnose van de psychiater. Ja, daarom vraag ik me, hoe kort door de bocht is er dan volgens een boekje een aantal symptomen, want ik heb die symptomen wel gezien en ik kom ervoor in aanmerking, maar ik ben geen schizofreen. Nee. Dus daarom vraag ik me, hoe kort door de bocht is er dan eigenlijk? Het staat enorm ter discussie, die hele DSM-diagnostiek staat gewoon ter discussie. En dat zal later wel genuanceerder worden, hopelijk. Nee. Gaat ook echt gebeuren. Maar even mijn laatste ding over die belevingen, dat ruiken, dat zien, dat voelen, dat horen van die stemmen. Mensen horen stemmen die een ander niet hoort. En er zijn scans gemaakt van hersenen en dan zie je precies dat deel van de hersenen oplichten wat oplicht als mensen geluiden horen. Dat verklaart ook dat die stemmen zo enorm echt zijn en je die niet kan onderscheiden van de werkelijkheid. Want in je hoofd gebeurt hetzelfde wat er gebeurt als je stemmen hoort in de werkelijkheid. Die medicatie, die helpt daartegen in ongeveer 75% van de gevallen. En 25% werkt het gewoon niet. En geven ze wel bijwerking, maar is die werking gewoon veel te weinig. Dus dan hebben ze dat niet zo heel veel zin. Dan kunnen mensen daar niet mee worden geholpen. En zijn er andere manieren nodig om daarmee om te gaan. Ik hier even bij laten. Ja, dankjewel. En ook maar gebruiken. Hartelijk dank. Ik hoop dat jullie nog wel blijven, hè? Ja, hou ons. Nou, dan wil ik nu graag een applaus. En dan gaat mijn pen. Maar goed, ik pak wel een ander. Dan wil ik nu het woord geven aan Mirjam Djadja. Mirjam is auteur van...